Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Gathering. Vandaag ga ik Minecraft spelen en we gaan gewoon beginnen. En het wordt een survival video. Dus dan ga ik een kreet meer worden. Dus ik ga een nieuwe serie beginnen, survival. Hoe ga ik hem noemen? Ik doe gewoon Kentry. Zo. We doen in survival. Definitie easy. En gewoon de normale texture pack. Dan gaan we gewoon beginnen. Zo, daar ben ik dan. Oké, zo, daar ga je de map moeten heel even inspannen. Maar ja, dus ik weet niet wat jullie, als jullie tips hebben wat ik moet gaan doen. Of ik ergens een huisje kan gaan maken. Oh, hier staan wel schapen. Hoor. Ik ga die eerst even doden. Kan ik een bed maken. Zo. Ik ben niet zo heel goed in Minecraft. Ik ben een beetje noobie-achtig. Maar ik denk wel dat het gewoon zo wel gaat lukken. Ik moet er wel even raken. Er staan ook overal kippen hier. Kan ik dadelijk ook gaan doden van vlees. Oh mijn god. Zo, nee, kippenbende. Kakaka, kakalikie, kakalikie. Kakalaka. Ik wil wel raken. Oh, hoezo raak ik deze niet? Zo. Zo, ja, dit is wel genoeg. Dan ga ik wat hout hakken. En dan moet ik dadelijk nog even kijken hoe ik nog ga doen. Is dit beter? Dat moet zien die glans erin. Zag ik net op de camera. Dus, mij lijkt het vet om daar zo, daarachter, daar zo, op dat ding of daaronder, of weet ik veel, ergens daar een huisje maken. Dat zou wel mooi zijn. Dan heb je een uitzicht. Of het moeras heb je dan een jungle-achtig gebouwd, iets. Bergen, moerasbomen en gewone bomen. Dat lijkt me wel vet als ik dan daar naar boven ga. Wacht, en kijken daarboven of ik daar goed kan slapen. Ja, kan wonen. Zo, dat hout. Hier dit hout. En dan zijn we klaar. En dan ga ik nu. Oh, daar is ook nog een koe. Dan ga ik nu naar daarboven. Wauw, er vliegt ook daar random blok in de lucht. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is. Maar misschien kunnen we, is dat wel handig dat als we het kwijt zijn, dat we gewoon niet meer terug. Gaan naar de blok die zweeft. Oké, ik denk dat daar wel wat kool is, dat bij die bergen. Hier zijn best veel dieren, een cave. Nou ja, eigenlijk geen cave, gewoon eigenlijk een creeper of zo, ontploft of zo, weet ik veel. Ik ben er bijna. Dan kan ik kijken. Ik moet dan wel even een trappetje dan neerzetten. Ik kan misschien ook eens een keer een vriend vragen om mee te doen. Dat weet ik nog niet allemaal. Ik moet nog even checken. Misschien dat ik dan hier een huis maak. Maar laten we eerst eens beginnen met hout. Ik maak even eerst hout. Ik maak deze.
Zo, die zet ik daar even neer. Hout, oké. Okay. Wacht, ik maak eerst ook een fundament. Dat is ook wel handig. Meer hout. Zo, oké, okay, dan doe ik dit. Zo. 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 En dan maak ik zo'n soort platform en dan ga ik daarop wonen en dan kan ik nog altijd uitbreiden of zo, maar dan kunnen er niet veel zombies komen, alleen spiders. Maar ik kan ook misschien via die boom iets maken, dat ik zo'n laddertje of zo plaats op die boom, dat ik dan zo daar naartoe kan. Dit ga ik wel even weghalen, want dit is best wel irritant. Omdat zo gereedschap en pickaxe. Zo, eerst een pickaxe. We kunnen misschien dadelijk ook nog een oven in maken om het vlees weer kapot te krijgen. Pot, ja, braden. Maar het lijkt me ook leuk om andere dingen te doen. Dus ja, dus wat ik al zei met vrienden of zo. Dit doen. Want ja, dit is gewoon een survival. En ik kan ook vrienden afspreken. En dat die dan ook komen. Dus. Ja, ik ben bijna klaar. Ik hoef alleen nog een muurtje. En dan kan ik de bed plaatsen. Dit hoeft eigenlijk niet. Ik kan gewoon open. Ja, zo. Dan doe ik het zo. Ja, dit is wel goed. Ik vind alle touwtjes verspillen. Oké, zo. Net niet meer blokken. Ja, ja, wel een soort bunkertje. Maar eigenlijk plaats ik het bed hier even. Dan maak ik nog wat hout. Oh, deze zet ik ook even ergens anders neer. Zo. Die zet ik hier neer. Ik heb ook torches nodig. Dus ik denk dat ik daar naar die bergen toe ga om te zoeken naar kool. Zo. Zo, ik heb weer hout. Ja, dus ik ben bijna over het hout heen. Ja, ja. Ik kan het ook eigenlijk ophouden bij dat stuk. Dit stuk kan ik ophouden eigenlijk. Ik heb alleen nog een deur. Als het goed is kan ik daar met een deur maken of net niet. Nee, dat kan ik net niet. Nee. Ja, dan ga ik op stap. Waar laat ik die klokken? Ja, die neem ik dan gewoon mee. Zo, dan ga ik even kool hakken. Maar hier is wel een beter plaatje. Even zoeken naar kool. Meestal zit hij hier bij die stenen. Achter de kool. Oh, wat doe ik nou weer? Zo doe ik dat. Hier is ook een kool. Dan moet hier ergens kool zijn. Ik heb vaker gezien dat hier normaal meestal kool zit. We zien daar bij die bergen. Oké, dan moet ik even. Ja, daar is kool. Oh, er is maar één kool of zo. Oh nee, laat maar. Gaat maar door. Ja. Twee kool. Beter dan niks, want we kunnen wel torches mee maken. We hebben 8 torches, als het goed is. Ja, die blok die zien we wel hoog vliegen, dus dat is wel handig. Dat ben ik niet kunnen verlagen. Meestal heb ik dat bij Minecraft spelers. Ja, dat heb ik niet gevonden, maar ja, dat is natuurlijk soms.
dit lijkt me ook best wel mooi om hier iets te maken. Dit is best wel hoog. Net zo hoog als dat. Kan ook doen. Dat ook betrokken. Ik zal het even uitleggen dat ik hier een huisje begin. En dat ik die helemaal uitbreid tot daar het platform dat ik daar heb gemaakt. En dat ik een heel groot platform hier zo over dat hele stuk heen. En kan ik naar onder gaan om het te minen en zo. En dan heb ik gewoon een platform in de lucht. Het lijkt me ook een vet idee. Gewoon tussen twee bergen. Zo, die platform. Terug gaan, het is weer donker. Is dat nou een village? Nee, dat zijn bomen. Nee, bomen. Ik zie bijna niks. Volgens mij zien jullie nog minder, denk ik. Maar het kan niet anders. Oh, ik zie niks meer. Ik zie gewoon echt helemaal niks meer. Shit. Nee, dat met die torches. Ja, die torches. Oh, ik kan die andere kant ook gaan. Oh, ik zie helemaal niks. Volgens mij zien jullie ook niks. Maar ik zie jullie een heel klein beetje. Volgens mij zit ik vast. Nee, ik zie iets. Ik zie een heel klein beetje. Ja, ik zie dan die berg. Als het goed is, ga ik nu omhoog. Of juist niet, maar ik weet het niet. Ik hak iets, ik weet niet wat het is. Ik zie een heel klein beetje. Ja, ik doe heel erg een goed bij. Misschien zie ik het niet beter. Ja, dit helpt. Ik zie het nu wel een beetje. Ja, ik ben er. Yes, torches maken, nu, meteen. Anders zie ik al helemaal niks meer. Ja, is goed, dus kunnen jullie eindelijk iets zien nu. Ja, dit is beter. Oh, je ziet weer alles en nog wat. Zo zie je het misschien beter. Dus niet, ik weet het niet. Kunnen we jullie beter vinden? Nou, ik ga dan even lekker slapen hier. En dan moet ik weer gaan hout hakken. Want anders gaat het niet lukken. Oké, wow, slime blocks. Die is groot. Ja, ik denk maar dat ik gewoon naar onder ga en bommen ga hakken. Gewoon gaan looten. Daar is ook nog een cave, kan ik ook nog gaan kijken. Ik denk dat ik echt aan een platform moet gaan werken. Ja, ships, ik zit vast in een zombie.